Oh mijn god! Oh nee! Ah! Oké, we hebben een mooie plek gevonden waar we dus Melody even gaan testen. Kijk hier, kijk! Het mooiste was dat hij zo opening voor het licht. Wat stinkt het hier? Wat heb je gedaan vannacht? Ja, weet ik veel. Je hebt klokje rondgeslapen, hè? Hoe laat is het? Wij gingen naar bed om 12:30. Het is nu 12:30. Echt? Ja. Handel. Ik voel me wel lekker vet. Ja, ik ben al even lekker een tijdje aan het editen, maar... Nog kom je even wakker maken voordat je... Om 2:30 pas wakker wordt. Ja. Leuk gedroomd? Nee. Heb je helemaal niet gedroomd? Nee. Mij niet. Ja, de nachtmerrie alleen net. Even ja. Voordat hij wakker wordt, een halve seconde. Oh, wat was dat grappig, zeg. Hoor je trouwens een focus trui? Dat is goed. Je hebt zelfs een maatje, ik heb er 3 liggen. Dat is goed. Nice. Ik zou zeggen, houd in de gaten, jongens, de webshop. En anders niks. Focusdrink.nl. Okie. Oh, zo nice. Lekker. Wil jij er ook een, Jorg? Dan moet ik er wel van wassen, want ik heb er één aan en hier ligt er nog één. Maar die gooi ik wel. Ik moet toch een wasje draaien nog. Dus kan ik die wel. Jij hebt ook maatje M, denk hè? Ja, M. Top. Helemaal top. Ik vind dit heel gaaf. Die mouw. Dat vind ik heel dik. Hij staat je goed. En je gaat een beetje hetzelfde lopen als Roy, geloof ik ervan, hè? Ja. Ik doe een beetje Ja, het is echt mooi, man. Ja, we hebben echt geprobeerd van, ja, als we dan merch uitbrengen, want kijk, onze main thing is natuurlijk gewoon focus, hè, de drankies. Ja. Maar ik vind het ook leuk om gewoon af en toe wat kleine dingen erbij te doen. Ja. Dus wij dachten, ja, maar dan moet dat wel gewoon goed zijn. En ze hebben best wel veel getest, maar kijk, zoals hier staat focus op, hè. Ja. Op beide touwtjes. Lijp. Ja, zit lekker plek, man. Dit zit lekker strak. Ik wist het gewoon, gast. Oh. Hij is weer goed te lul, hoor. Zijn dag is net begonnen. Zo, meneer, wat bent u aan het maken? Weet ik eigenlijk niet. Een soort sandwich of zo. Een soort sandwich. Het ziet er wel verdomd lekker uit wat je aan het maken bent, man. Lekker, hè? Ja. Ik zie je stokbrood met ui en... Tomaten, sla, ja. Spek. Ja, lekker man. Dus worden spek sandwiches of wat? Ja. Moet je niet kok worden van beroep? Ik hou van bakken hoor. Dan ga je in de krokante krab werken. Krokante krab. Het SpongeBob. Holy crap. Zoiets? Oh, ja, die is voor Jorg trouwens, want die is zonder ui. Ja, ik wil er zonder ui. Want ik weet niet, als ik ui eet, zie ik echt nog altijd urenlang. Nee. Enge bulkmaaltijd, jongen. Kijk dan gek. Dit zijn wel aardig wat calorietjes. Video's van Joel kijken, ik heb echt lekkere content de laatste tijd. We gaan hem even groeien, want ik denk dat dit wel calorietje of 800 is. Zoiets als dit. Jongens, ik zie dat er wat ontbreekt. Er ontbreekt iets. Die heeft heel hard gewaaid vannacht. De punt is weg, de piek van de biertoren. We kunnen hem trouwens alweer lekker gaan aanvullen. Oh god, daar ligt het zeker, ja. Oh nee. Jongens, oh nee, kijk nou toch. Ook allemaal gebroken, nee. Oh... En die frituurpan ben ik buiten vergeten, die zou ook al verrot zijn. Kijk naar toch, helemaal bezaaid. Nou, dat is kut. Oké, wij zijn dus naar iets aan het zoeken. We zijn het kwijt. Nou, misschien ligt het in mijn garage bovenop een soort paar planken waar ik ook, een soort het mechanisme van mijn garage deur aan hangt. En ik wil gaan staan op een doos om daarbij te kunnen. En wat zegt die Jalla? Ja, dat kan wel. Nou, dat kan dus mooi niet. Maar ik ben blij dat ik camera's heb. Ik ging langs een paar spijkers heen, wacht hier. Ik ving mezelf ook op, weet je. Ik bleef gewoon staan. Ja, je bleef gewoon hangen. Ja, ik bleef hangen, omdat ik denk, ja, anders flikker ik straks met mijn kont op die doos of zo.
Speel je galgje. Zo leuk, ja. Hier, daar komen de beelden. Vierkant uitgelachen door. Oh, zo. Oh, gelijk een streep erop. Dat is zonde. Hang je daar je onderbroek? Hè? Hang je daar je onderbroek? Ja, dat vind ik ook helemaal grappig. Dan kan het dat in mijn onderbroek loopt. Maar kijk, hè. Ik heb dus gewoon niks op mijn poten. Zo goed als niks. Klein beetje maar. Mini bloedje. Maar kijk. Als je langs deze nageltjes of deze rietje of deze nietjes gaat, nou, dat is niet lekker. Dat is maar kut. Het is wel een soort stevig. Ja, het klinkt stevig, maar was het niet. Ja, ik zei nou, ja, kan niet. Ja, ga maar staan. Ja. Ja, ik bleef gewoon hier aan hangen zo. Zo, je hebt echt geluk hoor. Viel bijna alles in het niet. Nog één keer kijken. Nog eindmaal. Ja, je kan er wel op staan hoor. Nee, je kan niet. Ja, wel. Ik was sterk genoeg. Ja, je staat nu, denk je, oké, kan wel. Dan... Hoe dan ook, hè? Let op mijn enkel. Ja, mijn enkel. Dat ik heb geen last van mijn enkel. Hoe kan dat? Ik klap dubbel. Ja. Dus maar nu is jullie vraag: wat waren we aan het zoeken? Laat het weten in de comments. In de comments. We waren op zoek naar melk. Melk. We hebben dus een pak melk gevonden. En dat pak melk, de legende gaat, van dit merk. Ik weet even nog niet over welk merk het is. Die buiten neerzet en je gaat er naar kijken en dan spat het uit elkaar. Ja, dat is een soort chemisch goedje. Volgens mij is het gas en melk tegelijk. Als je dat gaat schudden en je zet hem neer en je wachtpaar tellen met de dop op, dan zeggen ze dat uit elkaar moet kloppen. Gaan we dat proberen? Ja, je kan het gewoon kopen bij elke supermarkt, dat is het rare. Ja. Laat staan als je koopt bij de groothandel, heb je nog grotere pakken. Deze is over 2,4 liter, hè? Ja, 2,4 liter. En je moet hem een klein beetje leeggieten, dus dat hebben we gedaan. Hier. Hoe heet ook alweer die camping? Ik weet niet. Ken jij dat, Campina? Campina. Moet je kijken trouwens, die focusdrinkton, die zit al meer dan de helft vol, gek. Ik zit te denken, nu pleuren we ze er allemaal in. Kijk, dus ik kan het een beetje zien, een beetje diepte. Maar wat nou als we gewoon ze allemaal recht neer zouden zetten? Gewoon... Of echt zouden rangschikken soort van, hoe zeg je dat? Ik weet niet, bro. Gewoon neerzetten, anders. Denk je ze gewoon goed inzetten, weet je wel. Dan zou er denk ik meer in passen. En ik heb een zuignap erop gezet. Kijk, dan pak je heel makkelijk het ding. Anders is het zo. Ja, dan is het gewoon niet handig, hè. Ja. Oké, we hebben een mooie plek gevonden waar we het melkje even gaan testen. Ik denk dat het hier wel lekker gaat galmen. Ik ben heel erg benieuwd. Het waait knijtershard. Het lijkt wel een windtunnel in plaats van een fietstunnel. Hé, hey, pak melk. Hé, ook zo slijt jij naar DM, toch? Dat is niet klaar voor. Nee, dat gaat ook altijd mis. Die meme is zo goed. Ik heb gehoord dat het laatste gedeelte van het pak later knalt, jongens. Heb ik gehoord. Ja? Ja. Je weet wat ze zeggen, melk is goed voor elk. Weg, gan, loes, loes. Oh, man, het is koud. Zullen we gaan? Ja. Gelukkig is dat het verlaten hier in het boerenland in de avond. Zeven ook, allemaal fietsers of brommers, weet je wel. Zo, veel slijm aanmaken, melk hè. Oké, nou nifo's, dan gaan we terug. Jorg? Okke? Who can say where the road go? When the day love, home sweet home baby! Weet je wat ik even ga doen? Ik ga even mijn baard eraf halen. Ik heb niet een hele... bijzondere baardgroei, maar toch vind ik dat het me wel een beetje staat. Ik zou het wel kunnen hebben, maar dan zou die voller moeten zijn. Dit is natuurlijk nog niet heel erg bijzonder.
Dit is het net nog niet eigenlijk. Maar dus daarom, we gaan het eraf halen. Even kijken hoe fresh het staat, bruh. Ondanks dat het nooit zoveel lijkt, als ik het schillig toch die hele bak vol. Dit is wel een stiekem droom van mij om een baard te hebben, hoor. Ik zweer het je. Dat lijkt me echt top. Het lijkt me gewoon fucking dik als je gewoon zo'n baard had. Maar ik heb, als je het vergelijkt met een jaar geleden, ben ik echt al ziek. Ziek 3 miljoen vervoudigd, nou, terwijl ik alleen een snorretje. Nu heb ik ook gewoon dit allemaal. En dan omdat ik aan het sporten ben natuurlijk, misschien helpt dat ook. Dat ik daar iets in mijn haar goed krijg. En vroeger deed ik het met een scheerapparaat, alleen dat werkt dus ook voor geen meter. Als je het vergelijkt met dit. Dan ben je zoveel sneller met dit. Oké, okay, nou, dit is het dan. Het is toch minder dan ik dacht. Nee, grapje. Hier ben ik gewoon trots op, hè. Het lijkt niet of ik mijn zak geschoren heb, jongens, maar niet gedrukt. Dit is toch echt mijn kont. Nee, maar even serieus. Ik lijk wel gewoon weer gelijk veel jonger. Het maakt toch uit, hè, dat beetje gezichtsbeharing. Wat raar is dat toch? Je moet er kijken naar mijn kop, hè. Je moet er kijken. Is toch gewoon weer raar? Of niet dan? Oké, eerlijke mening van jullie. Als jullie eerlijk zouden moeten oordelen. Don, laat dat kleine beetje haar staan. Is dat goed? Of nee, man? Gewoon kaal. Eerlijk, ik denk zelf dat ik in een midlife crisis zit, jongens. Ik midlife crisis, ik weet het niet, man. Moet ik nou laten staan of niet? Nou, met een glad bekkie ga ik de vlog afsluiten. Vandaag was een super chill dagje met mijn niffies. Met mijn niffies. En mijn neefies. Niffies en neefies door elkaar. Dus staat al normaal door elkaar, dan krijg je niffies. Ja, we erin. Met mijn neefjes. Morgen, interessante dag, dan gaan Mees en ik aan het werk op een andere manier dan normaal. Wees er zeker bij, om 5 uur. Dames en heren, dit was de vlog. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg, en dat is tot de volgende video. Laat het op eerst!